Dit filmpje zal gaan over noten, de omega-6-inhoud en het effect op je lichaam. We weten ondertussen al dat als we te veel omega-6 binnenkrijgen, dat we niet zo goed bezig zijn. We zullen eens kijken of het al dan niet erg is als je graag veel noten eet. Het omega-verhaal is er eentje die de laatste jaren terecht meer aandacht krijgt. We komen stilletjes aan tot het besluit dat een dieet met veel omega-3 enorm gezond is. Je zou een goede balans moeten hebben tussen omega-6 en omega-3. Je zal dan minder vatbaar zijn voor welvaartsziekten zoals diabetes, obesitas, kanker en dementie. Afhankelijk van de bron zou dit 6-op-1, 4-op-1 of 1-op-1 moeten zijn. Er wordt stilletjes aan meer en meer aangenomen dat sluipende, chronische ontstekingen de belangrijkste oorzaak zijn van hart- en vaatziekten. Omega-3 werd ontstekingsremmend in het lichaam en omega-6 werd ontstekingsbevorderend. Je hebt die omega-6 ook nodig, maar we krijgen er te veel van binnen in ons lichaam door de voeding. Wat je kan besluiten uit deze afbeelding is dat de meeste noten verhoudingsgewijs veel omega-6 bevatten en minder omega-3, met uitzondering van een aantal noten zoals macadamia en walnoten. Je hoort overal dat je een betere omega-6 op omega-3 verhouding moet hebben. Praktisch zou dit dus betekenen dat je minder 6 en meer 3 zou moeten eten. Ja, dan is de kous af en zijn we uitgepraat zeker? Nee, zo simpel zit het niet in elkaar. Als je goedkoop Chinees eten eet, waar er met goedkope sojaolie werd gebakken, olie die vol met omega-6 zit, hoe is het dan anders met die noten? Omega-6 is toch omega-6? Wel, je moet rekenen, die olie werd geïsoleerd uit voeding. Eens die olie dan blootgesteld wordt aan lucht, licht of hitte, dan kan ze oxideren, dus ranzig worden, en doet ze veel meer kwaad dan goed aan je lichaam. Daarom dat je olie beter nooit in een doorzichtige container koopt en beter wegblijft van plantaardig meervoudig onverzadigde oliën, zoals koolzaadolie, maïsolie, zonnebloemolie en dergelijke. Bij noten is het anders. Hier vind je nog andere stoffen terug. Daarin vind je alles waar een boom uit kan groeien in feite. Eiwitten, koolhydraten en vetten. Ze bevatten ook nog antioxidanten zoals vitamine E en veel mineralen. Die antioxidanten zitten erin om het vet te beschermen. Een beschadigd, geoxideerd vet, daar is de boom niet veel mee. Als we alles weghalen uit de noot, behalve het vetzuur, dan is dat een heel andere zaak dan dat je alle voedingsstoffen erbij neemt. Het vet blijft beschermd door de antioxidanten. Als je ze roostert totdat ze half verbrand zijn, dan heeft het ook weinig zin natuurlijk. Zelfs als de omega-6 kwaad kan in de noten, blijken de voordelen toch op te wegen tegen de nadelen. Noten zouden de cholesterolhuishouding erop verbeteren en op die manier dus hart- en vaatziekten helpen voorkomen. Zo hebben ze gezien dat de noten bijvoorbeeld de kans op de coronaire hartziekten kan verminderen. Die coronaire hartziekten is eigenlijk een verzamelnaam voor aandoeningen van de kransslagaders. Dit zijn de aders die je hart voorzien van bloed. Dat is niet het bloed dat het hart rondpompt, maar het is het bloed dat je hart zelf nodig heeft om te functioneren. Het zou ook kunnen beschermen tegen kanker. Laatst heb ik een studie gezien waarin de overlevingskans bij darmkanker zo verhoogd zijn als men regelmatig noten at. Het kan ook helpen met ontstekingsmarkers te doen dalen. Wat zijn ontstekingsmarkers? Dat zijn stoffen die je in je bloed terugvindt. Als ze een hoge concentratie hebben, wil dat zeggen dat er redelijk wat ontstekingsreacties plaatsvinden in je lichaam. No bueno. Nootjes kunnen hier een positieve invloed op hebben. Let wel, nootjes bevatten veel kilocalorieën. Dus nootjes eten alsof het snoepjes zijn moet je ook niet doen. Je moet noten als een snack zien, niet als een hoeksteen van je dagelijks eetpatroon. Een handig trucje is afleren om noten volledig op te eten. Haal ze uit de zak, plet ze, verkruimel ze en doe ze dan op je eten. Grieks yoghurt of wat dan ook. Zo loop je niet het risico om plots tot het besef te komen dat je opnieuw weer heel de zak hebt opgegeten. Bij regelmatig een handjevol noten eten is zeker een goed idee, maar ga niet overboord. Vond je dit filmpje leerrijk en interessant? Geef het een duimpje omhoog. Dat zal mij helpen een groter bereik te hebben. Abonneer je voor wekelijks nieuwe video's over sport en voeding. Tot het volgende filmpje.